Zo, de stelmaat. Oh, shit. Zo. Wow. Oh, wow. Yes, welkom bij een nieuwe video hier op ons kanaal Euro Theme Park. En vandaag zijn we nergens minder dan Park Asterix. Yes, voor ons een relatief nieuw park. Ja. We hebben vandaag een hoop nieuwe credits voor ons te doen hier, waaronder Osiris. Dat is een B&M Inverted Coaster. Zo zijn er nog wat meer achtbanen die we gaan doen. Er zijn nog andere attracties die we gaan doen. Waterattracties, dark rides zijn er ook aanwezig. Ja. Op een hele leuke dag, zou ik zeggen. Ja, zeker. Normaal gaan we, rijden we altijd voorbij. Ja. En ik dacht van, weet je wat, we nemen even de afslag en we gaan hem gewoon een keer checken. Mijn eerste indruk ziet er wel veelbelovend uit. Mooie decoraties eromheen. En zeker deze nieuwe coaster even proberen, man. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ja, wij gaan even onze tickets erbij pakken en dan nemen jullie uiteraard weer de rest van de dag mee. Binnenkomst van het park hebben we een app gedownload van Park Asterix. Ja. En het gaat als volgt. Je moet sowieso via de app boeken als je in een attractie wil. Ja, ja, bepaalde attracties waren het er. Er waren 9 attracties geloof ik, voor de rest andere attracties niet. Dus bijvoorbeeld Osiris niet. Maar goed, het welbekende systeem, net als in Walibi Holland. Je moet dus je attractie van tevoren reserveren, alleen dan niet allemaal. Dat is het verschil eigenlijk. Nee, precies. Maar in principe is het wel fijn, want dan ben je wel sneller aan de beurt. Ja. Kijk, zo ziet dat eruit. Nou, goed plannen. Nou ja, wat gaan we eens pakken? Nee, ik denk dat we gewoon gelijk richting Osiris gaan, dan hebben we die maar gehad. Nog even wachten, het park gaat 10 uur open. Het is nu, hoe laat is het nu? Even kijken hoor. 5:55. Ja, nog 25 minuten wachten, dus ja, even geduld jongens. Ja. Ja, we zijn binnen. In de wachtrij van Osiris. Ik dacht dat de wachtrij een beetje lang was, maar het loopt toch aardig door. Dat is wel fijn. Zeker. Dit was een van de achtbanen waar je dus niet voor hoeft te reserveren. Dat moeten we nu eigenlijk wel eventjes doen. Ja, we mogen hem onderuit filmen, dus we gaan even de chestmount even erbij pakken. Lekker, eindelijk gaan we deze baan gewoon doen. Ja, ja. Toch, normaal rijd ik gewoon door. Zie ik deze bij de snelweg, zie ik hem uitsteken, die loop in. Ja. En de lift hill. En nu gaan we er gewoon in, weet je. Dit is echt wel een bucketlist achtbaantje. Ja, zeker eens weten. Nou is het zo van horen en zeggen, schijnt het ook van een van de betere B&M Inverted Coasters te zijn van Europa. Dus nou, dat moeten we nog gaan beleven. En ja, uiteraard hoor je dat als we er zo meteen vanaf komen. Ja man, en we hebben hem gedaan. Zo. Wat een baan hè? Ja, niet normaal joh. Ah, dat was echt een hele goede baan joh. Echt van het begin tot het eind alleen maar krachtig. Ik had wel gehoord dat hij echt goed was. Ah, dat moet je echt meemaken. En het wordt hier eventjes, het wordt hier even bevestigd. Echt een knijtergoede baan joh. Zo die hier. En ook gewoon die laatste hè. Gewoon, die inversie, maar ook deze. Die naar beneden gaat. Ja, pak hier wat G-krachten jongen. Hier zo. En gewoon elk element had een verrassing. Ik denk van oké, nu is het over en dan kwam er weer iets en dan kwam er weer iets. Hij bleef gewoon gaan. Tot hij op die remmen kwam
Toen was het rustig, maar die baan bleef gaan, niet normaal. Ja, deze die gaat voor mij boven Black Mamba uit. Ja, mijn ook, man. 100%, echt. En tot nu toe in mijn top 5 die ik gedaan heb van Ghosters. En de jou? Ja, zeker. Daar komt hij zeker tussen. Ja. Goed jongens, nou, we hebben dus zo net gereserveerd. De tijd loopt nu eigenlijk af tot 40 seconden. Een minuutje is bijna voorbij. Dat betekent dus dat wij de wachtrij mogen gaan betreden. Het is niet zo dat als de tijd aan het lopen is, dat je al de wachtrij in mag. Je moet echt even wachten tot de tijd afgelopen is en dan pas mag je de wachtrij betreden. Dus ja, we gaan nu naar, ik ga de naam niet uitspreken, want het is allemaal in het Frans. We gaan nu dus naar de bobslee. Hoe wil je jij zien? Nou, zoals je had gezien, we krijgen dus een QR-code en het personeel hier die scant hem aan de deur en daarmee mogen we dus de attractie betreden. Wel een mooi systeem, het werkt op zich best wel goed moet ik zeggen. Het gaat ook best hard. Oh. Zo. Hij best wel vaart, hè? Hij gaat wel losjes door de bocht. Oké, goed. We hebben dus net de bobslee gedaan. En toen we eruit kwamen, hebben we eigenlijk gelijk weer gereserveerd voor een andere attractie. En deze keer is het Vekoma Goudrix. Of Goedrix, hoe je het ook maar mag zeggen. Maar Maat, wat vond je van die bobslee, jongen? Ja, best wel, wat moet ik ervan zeggen? Ik had er niet heel veel van verwacht eigenlijk. Ja? En op een gegeven moment ging hij naar boven en dan maakte hij die bocht. Naar beneden, maar zo, mijn maag ging wel een beetje in de weer. Voelde hij wel G-krachtjes, of niet? Ik voel best wel G-krachtjes. Ja? Ja, ik vond hem best wel leuk, man. Ik zeg eerlijk, alleen dat tussen mekaars benen moesten zitten, ja, dat vond ik toch iets minder. Dat vond ik wel minder. Hey, maar we hebben dus een uur de tijd om Goudrix te bezoeken. Dus wij dachten, laten we maar even een beetje verkoeling gaan zoeken. Want het is vandaag best wel warm. Het is best lekker weer. Het weer moet altijd even gezegd worden. Het is best lekker weer. Hey, vandaag hebben we het wel getroffen met weer, hè? Ja, zeker weten. Ja, echt wel. Nou, maat. Ja, ben je klaar voor het nat pakken of niet? Ja, nou, ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk maar. Nou, komt ie. Oh jee. Je hebt iets best handig van staan. Nou, ik denk dat we... Ik denk, hey, je hebt gewoon regio's. Maat, ik denk dat we gelijk gaan droppen hier. Nee, wat? Oh, echt wel. Geloof me nou, voor de zijknat, maat. 100% jongen. Oh god. Oh yo! Oh, dit is nog te overzien. Paspetters. Ik vind dat dit park zeker niet, het wordt een beetje onderschat vind ik. Dit park moeten meer mensen gaan doen. Ja. Voorbij rijden gewoon, even terugrijden en hier naartoe gaan en daarna een dag naar Disney. Juist. Ja, maar... In principe rijden we altijd voorbij, hè? Zonde. Ja, want het is best leuk hoor. Ik had niet verwacht dat het park nog best wel wat, het is best wel groot. Ja. Best wel wat attracties, leuk gethematiseerd. Oh, ja, ja. Oh, oh, maat. Oh, god. Oh. Wat is dit, man? Bro, ik word even zei. Hey, regio's, hè? Kijk daar achter. Ja, dat is slim, hè? Dat is slim, hè? Oh, jongens. Nou, kom maar door. Maar kom er toch niet meer uit. Het maakt toch allemaal niet meer uit. Ja, toch? Ja, toch? Oh, jongens. Ja, hoor. Let op. Oh, man. Hey, recht in zijn nek. Die mensen achter ons hebben regenpakken en die zijn gewoon slim. Ja. Weet je, mensen lachen eruit. Aan de andere kant, je gaat in een waterbaan en is het ook de bedoeling dat je nat wordt, toch of niet?
Ja, op een bepaalde soort hoogte, niet heel nat worden. Ja, ja. 1, 2. Kijk hoe nat ik ben, man. Maat, kijk naar mij. Dat kan toch niet, jongen. Dat kan toch niet. Heerlijk. Oké, okay, nu komt het. En nou nog even een drop. 1, 2. Oh, jongen. Zo. Oh shit, maat. Hey, rijdt de business. Zo, ik ben doorweekt. Ik ben echt doorweekt. Oh, hey, maar wel lekker verkoelend. Ja, ja. Ja toch. Zullen wij de enige zijn of niet? Ja, ik weet het niet. Dit is in ieder geval Vekoma Madhouse. Palace of Caesar of zoiets. Zo, gek hoor. Het ziet er allemaal gewoon heel erg goed uit inderdaad. Hey, dit ziet er echt wel leuk uit. Het verbaast me eigenlijk wel. Maar waarom zie ik niemand hier? Dat vind ik een beetje vreemd. Dat zal toch niet? Dat is toch raar? We zullen ongetwijfeld alweer iets verkeerd hebben gedaan. He, want het verloopt bij ons altijd zo soepeltjes. Hey maat, ik heb het al gevonden man. Kijk, hier moet je in zitten. Kijk, in die stoel, daar moet je in, daar moet je in gaan zitten. Ga je maar even testen dan. Schiet ik hem af. Ja, ja. Mooi hè. Ah, kijk. Hallo. Goed, dus net het Vekoma Madhouse gedaan. Ja. Ja, maat, wat vond je ervan? Ja, tegenvallen man. Ik zei het net al tegen je, gelijk toen ik buiten kwam. Ja, ik weet niet hoor, sorry hoor, maar ik had hier echt zoveel meer van verwacht. In het begin wel, weet je wel, mooi gethematiseerd. Wat ik al zei, de wachtrijen zijn heel mooi gethematiseerd. Het ziet er gewoon heel erg strak uit en dan is de hoofdshow gewoon zo. Ja, nee, in het begin ook gewoon, de hoofdshow ook gewoon, weet je wel. Dan, kijk, want de voorshow die is natuurlijk wegens corona is dat natuurlijk afgeschaft. Dus ja, je moest gelijk naar de hoofdshow. Ja. In het begin vond ik het wel krachtig met die schermen, weet je wel. Dat zie je Asterix en Obelix, zie je, volgens mij waren wij een ton. Ja, we zaten in een ton of in een schip wat ze om aan het keepen waren of zo. Volgens mij een ton en die omkeepen en dan ging je draaien. En zag je allemaal schermen en zag je allemaal water en wat vissen volgens mij. Hij bleef ook maar draaien. En dacht van ja, en nu wat gebeurt er? Ja, en op een gegeven moment dat ik dat dacht, was afgelopen. Ja. Nee, ik vond het wel een tegenvallen man. Jammer, hadden ze meer mee kunnen doen. Ik vind het echt jammer, want dit was wel een van de madhouses waar ik naar uitkeek. Ja. Ik vind het toch wel zonde hoor. Ja. Jammer, want het ziet er echt heel erg mooi uit. Ik bedoel, maar kijk, het gebouw is helemaal gethematiseerd. Ik denk zelf als we wat meer effecten erin gooien en ze doen wat meer met die schermen. Ja, maar die effecten die zitten dus in de pre-show, hè? En... Ja, nee, maar de hoofdshow moet wel eigenlijk wel de kerst op de taart zijn. Dus ja. je zal zeggen dat de hoofdshow nog mooier moet zijn dan de pre-show. Dus zeker, niet klopt. Weet je, dus ja, jammer, weet je. Nee, ik hoop dat ze er nog ooit wat aan gaan doen. Dat ze wat meer effecten erin toevoegen en... meer effect ook wel meer op de schermen gaan doen, want je ziet alleen maar water. Je zou bijna denken dat we een of andere verkorte versie hebben gekregen ofzo. Nee, ja, Park Asterix zou toch onze ongezouten mening moeten slikken hierover, want nee, ja, helaas. Jammer. Er moet natuurlijk ook gegeten worden. Dat doen we bij dit restaurantje, in het Griekse gedeelte, eigenlijk waar Pegasus ligt. Ja. Gewoon een tussendoortje even toch? Ja, zeker. We moeten wel even wat eten, want het maagje knort. Zo. Dus dan gaan we maar even kijken wat we gaan bestellen, toch? Ja, ik denk dat ik het al weet, man. Ik denk gewoon een gyros broodje. Ik zie lekkere broodjes in ieder geval, ja. Deze Leo die is grappig, jongen. Zit ik hier bijna een half uur te wachten in het restaurant. Belt hij mij op, terwijl hij een patatje in zijn mond hebt. Sta ik hier met mijn droge broodje ham. Jongen. Zeg, waar hang je nou uit dan? Ja, aan de voorkant van het park wil ik een patatje gaan halen. Jongen. Ja, hij wou dus een broodje gyros, maar dat hadden ze daar niet. Wel een beetje misleidend hoor, voor een Grieks restaurant. Maar oké. Ik loop naar hem toe en dan hoop ik niet dat hij alles al achter zijn kiezen heeft gestopt. Oké, nou, hollebollen, schelen. Hollebollen, schelen, Harry. Mooi man. Oké. Goed, voorkant van het park, zegt hij. Nou.
Het viel toch wel mee, hij had het nog niet opgegeten. Nou, lief. Lief dat je het even wou bewaren om te drinken. Ja, nog een lege doos zitten. Maar even laten zien, Matt. Kwaliteit zo. Ja. Ziet er goed uit, eerlijk is eerlijk. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Dat smaakt ook goed, niet vet. Gewoon, ja, gewoon goed. Mayonaise, ja, ik hou van Franse mayonaise. Ja. Wat zit erop? Hamkaas, Matt. Dat is het probleem, Matt. Hamkaas en deze cola, 8 euro. Ja, nou, voor mij 10,50. 2 euro meer. Okay. Valt op zich mee, toch? Ik vind het wel. Vergeleken met Disney. Ja, dat valt mee, ja. Maar goed, het ziet er goed uit. Dit is goedgekeurd, of niet? Dit wel. En die moet nog blijken. En deze ook. Maar ja, goed, hamkaas kan niet veel al verkeerd zijn. Dat denk ik ook niet. Hij smaakt ervan. Jij ook. Vico, matje. Goudrix staat bekend om de hoeveelheid inversies. Schijnt voor sommige mensen ja, een pijnlijke baan te zijn, maar we gaan het zien. Tot nu toe, de hoofdsteunen zijn lekker. Moet je hoofd eens even naar achter doen. Ja, dat zit wel lekker hoor. Ik wil een massage toch? Ja, die krijg je dadelijk. Ja, lekker. Dat zal zijn hè, ik krijg met massages. Ja, echt hoor. En los, kom maar hoor. En los, yes, daar gaat hij. Oké, okay, maar daar gaat hij. Eén keer is voldoende. Ja, ik word een beetje duizend. Zo. Wat een heftig ding, jongen. Volgens mij werd hij afgebroken deze, maar. Oké, aan de ene kant ben ik blij dat ik hem gedaan heb. Aan de andere kant, ik heb wel gelijk hoofdpijn, man. Ja, we kunnen hem wel afvinken. We kunnen hem wel afvinken. Check. Ja, het is een prachtig uitzicht, maar. En lekker inzitten is minder, hè? Goudrix. Straks nog lief op de brug. Ja, echt, hè? Nou, en drie keer rijden, wie zit er voor in? Maat, jongen. Moet dat nou gelijk doen? Kijk hem, blij, jongen. Kijk hem, jongen. Blij hoofd. Mooie blij hoofd. Nou, daar gaan we. De eerste drop. Hey, we zijn los. Oeh! Hey, oeh! Sorry, maar uitkijken dat hij niet op zijn kant gaat, dat ding, joh. Ja, toch? Hoor eens. Oh, kijk eens. Zo, we gaan wel hard, hè? Zijn stroomstelling. Zo. De bobsleeën, denk ik. Zo. Ach, wat is dit dan, joh? Hey. Wat is dit dan? Oh joh! Zo! Wat is dat? Wat is dat? Wat een ruggenkraker dit, joh! Hey. Zo! Wat is dit, man? Is wel wild, hè? 300, jongen! Shit! Maar ik tief de deelte bijna uit, man. Wat is dit dan weer voor die spannend? Ja, toch.
beetje scrap, hè, dit dan weer. Dat is dan wel jammer. Ja, daar gaan we. Kom maar door, hoor. Kom maar met dat water. Oké. Ja, daar gaan we. Ben je klaar voor, maat? Oei, oei, oei. Oeh. Zo. Wie is dat dan? 2-0, hè? Kijk hier, man. Ja, valt wel mee, hè, bij jou? Ja, bij mij wel. Jongen. Nou, je hebt altijd geluk, deze man, jongen. Kijk, dit is ook wel vet, hè? Dit is dus een bar. Wat de lucht in gaat, dan kan je hier dus wat drinken bestellen. En dan kan je even omhoog, kan je even genieten van het uitzicht. Even tot rust komen. Ik vind het wel leuk om te doen even. Gaan we gewoon doen dan toch? Ja? Ja toch? Dat is goed, man. Ja, let's go. Ja, we hebben inmiddels plaatsgenomen en ja, we gaan gelijk omhoog. Kijk. Hier kan je dus je drinken neerzetten. Wat zei je? Erg leuk. Leo is even een telefoongesprek aan het opnemen. Kijk, dat gaat hem even zien. Oh, aan draaien, kijk hoor. Kijk. Oh, zo. Oké. Een soort observatietoren lijkt het wel, hè? Ja? Nee, vind je niet eng, maat? Oh, ik krijg kriebels, man. Dat is best wel hoog, man. Oh. Oh. Laten we even een drankje gaan doen dan. Ja, proost, maat. We kijken. Jongens. Kijk om je, maat. Zo. Oh, dat is eng, dit is eng. Ik vind het doodeng. Ik zweet, ik vind het doodeng. Ja, man. Ja, ik vind het helemaal niks. Nee, man. Oh, dat is hoog. Kijk hoog. Oh, ik vind het helemaal niks. Ja, ik ga de video even beëindigen. Ik ga proberen te genieten. Oh, we mogen het maskertje af doen. Ik vind het echt helemaal niks, man. Ik zweer het. Kijk hoog! Wel heel mooi uitzicht. Hij mag gewoon zijn gezicht. Het is wel grappig, jongens. Ze hebben hier dus ook nog een vliegend tapijt. Kijk hoor. Maar wij komen uiteraard hiervoor. Pegasus Express. Oh, een mooi stationsgebouw, zeg hé. Wauw. Heel mooi themagebied. Eigenlijk ook hier weer de wachtrij. Erg leuk gedaan, hè? Vind je niet? Ik vind hem echt compressie, man. Kijk, er is hier een rapid te zien. De achtbaan, daar loop je eigenlijk in feite langs. Ja, het stationsgebouw ziet er ook heel erg goed uit. Ga los, jongen. Ja, tadadadadad. Hey, mooi, hè? Kijk, die doen tenminste wel mee. Jij ook eens even dansen, maat. Zo. Hoppa. Nou, we zijn in het stationsgebouw. Eeuw. Hey, je wordt geroepen, maat. Hoi, je wordt geroepen. Ja, kleine lounge, wel leuk hoor. Ik vind dat ze echt heel snel zijn met beugelchecken. Dat is niet normaal. Ze rennen gewoon van links naar rechts. En je wordt gelijk afgesloten. Het is echt. Dit kan ze zelf Disney nog wat aftippen. Het is echt bizar, hè? Je zag ze echt rennen. Ik was net te laat. Maar we gaan het zien. Kijk, komen ze weer. Het is echt bizar. Deze vrouw die rent gewoon, jongen. Dat is echt niet normaal. Kijk, ze rennen. Dat is niet normaal, hoor. Jeetje. Daar gaan we. We gaan heel goed. Heel snel. Oké, daar gaat hij. Oh, gek hoor. Poortjes aan de kant. Heel gek. Nou, well, let's go. Hey! Lekker man, zo. Oh, wat soepeltjes, hè? Jawel hoor. Hoppa. En de lift erop. Wat grappig dat je eerst een lounge krijgt en dat je naar beneden gaat en dan pas naar boven wordt getrokken. Dat is gek, hè? Ja, eerst een stukje vooraf. Nou, we hebben gelijk een mooi uitzicht over het parkeerterrein. Vanmorgen nog niet zo heel erg veel auto's. Ik vind het nu ook nog wel meevallen trouwens.
ramen. Ja. Yeah. Kijk eens, zo, scherp bochtje daar. Ja hoor, echt wel. Zo, kijk eens. Kijk hoor. Hé, hey, dat verwacht je niet. Zo, scherpe bocht hoor. Hey. Waarom heeft de Efteling dit nou niet, hè? Ja, het is zo simpel. Oh, kijk, een stukje dark ride volgens mij. Nee, wat is dit? Oh shit. Oké. Okay. Zo, gek hoor. Er spat allemaal water in mijn gezicht, jongen. Oh, we gaan. Zo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ik zie niks gaan. Oh, wat. Gek hoor. Zo. Ik vond deze echt boven mijn verwachting. Kijk hoe snel, jongens. Ze staat alweer daar. De volgende trein gaat alweer rijden. Heel snel. Zo, dat gaat echt rap, joh. Kijk, hier staat de volgende trein alweer klaar. En daar de andere trein om binnen te laden. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk, hè? Je kan echt pretpark wel op verleden. Ja, zeker. Goed, snel door naar de waterbaan. Even tijd om af te koelen. Hé, hey, luister dan, je moet blijven zitten, hè? Ja, maar jij ook, hè? Maar je zit op twee stoelen, niet eerlijk. Je moet eentje kiezen, links of rechts. Maat, jij moet ook tussen zo'n stoel gaan zitten. Tussen die twee stoelen in. Ja? Ja. Oké, okay, is goed. Hey, zo, zo, zo. Naar achteren. Want je doet naar achteren, maat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Blijf onder. Oh shit. Ja, nee, joh, nu al. Begin nu al bij mij, hè? Oei, ik maak één sliding niet zo. Oh shit. Rap het altijd leuk, man. Ja, toch? Het is warm, dus het zal heus wel. Zullen we wel wat natter uitkomen dan, dan gebruikelijk? Dat weet ik wel zeker. Maar wie is de vraag? De beurt. Oh! Oh, oh man! Oh, hij is helemaal nat, jongen! Oh, joh. Wat wil je menen? Zo ben je de kaart, man. Nee, toch? Oh, hij is. Oh. Oei! Blijf zitten, blijf zitten. Oké. Kijk eens, jongen, mooi hè. Ghost eroverheen zo. Netjes. Kijk, misschien is het echt wat, man. Ja. Lekker, man. Lekker. Maakt allemaal niet uit. En ik ben nog droog, hè? Ik ben gewoon nog droog. Ik ben kurk droog. Hoe lang ben je al kurk droog? Nou, hier is het weer rustig. Dit zal het er niet zijn. Wow. Ja, ik denk het wel, man. Ja, ik denk het wel. Dat is zonde, want ze hadden hier ook een rustig. Wat zei je? Ik had hier ook gewoon een rustig kunnen maken. Kom, kom hier door je door, denk. Ja, dat was toch weer, jongen. Ja, ik vind dit ook wel een beetje tegenvallen. Was dit echt dan? Ja. Jawel, man. Je gaat omhoog nu. Ja, maar is het dan ook gelijk het einde? Of ja, het ik, niet, jawel, ik denk het wel, man. Ja, kijk maar, jawel. Toch? Moet je uitstappen dan? Ja, ik denk het wel. Ja, we moeten hier uitstappen. Oké. Okay. Nou, wat vind je ervan? Wat zo? Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Ja, ik vond het wel een leuke waterman. Leuke rap. Ja? Heel erg kort. Ja, ik vind het wel te kort. Dat vind ik zelf Piranha vind ik wel leuker dan. Ja. Ik vind het vrij leuk. Dit gaat wel wat sneller. Ja, het ging heel snel, maar volgens mij willen ze gewoon volle bak capaciteit draaien ofzo. Ja, maar ja, ook niet verkeerd. Nee. Want het minimale wat wij gewacht hebben is, of maximale wat wij gewacht hebben is volgens mij 25 minuten. Ja, zoiets ja. Op alle attracties, 20 minuten. Echt. Toppie, man. Dat is echt super. Oké, geen idee hoe ik het uit moet spreken. Maar hier staat dus echt wel een grappig rollercoastertje. Een vrij oude volgens mij. Ja. Ziet er wel leuk uit, hè? Ja,
Oké, nou, we hebben plaatsgenomen in deze aparte rollercoaster. Kijk eens. Ben ik klaar voor? Ja. Oké. Ik weet niet of ik klaar voor ben, maar gaan zien. De zweefmolen. Zo, ik ben misselijk, jongen. Het draaide goed, hè, dat ding. Niet normaal, man. Zo. Nou, dan gaan we nou van een banden een soort waterattractie doen. Met ja, van die banden. Ik ben benieuwd. Was dat het? Oké, was wel de moeite waard. Kijk, 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 splash daar, splash. Bam! Osiris in de back row. En eigenlijk was het dus voor de mensen die betaald hebben voor de fastpass. Maar deze vriendelijke meneer, die wou ons toch achterin laten. Eigenlijk zouden we op rij 7 gaan, maar toch nog door op rij 8. Komt ie. 1, 2, dan maken we zieper, jongen. Zeg. Niet zo. Ik zou alleen nog van deze hier toe komen. Dit is niet normaal, hè? Ja, echt. Jongen, adembenemend dit. Zo, wat hebben wij een fantastische dag gehad, zeg hier in Park Asterix. Ja, zeker weten. Ik had het niet zo verwacht, eigenlijk. Ik had het ook echt niet verwacht, nee, man. Nee. Echt niet. Echt, wat een mooi gethematiseerd park. Mooi gethematiseerd. Hygiëne zat goed. Het was gewoon perfect, eigenlijk. Ja, ik vond het ook echt. Ja, echt, alles klopte gewoon. Ja. Capaciteit, hoe het personeel
die treinen vol stampten met mensen en weer aan het uitladen was. Die mensen waren gewoon aan het rennen. Dat was niet normaal. Ik heb nog nooit gezien zoiets. Ja, het leek wel een wedstrijd. Ja, wat het snelste was. Was echt niet normaal. Heb jij het wel eens eerder gezien? Nee, zo normaal, erg? Nee, zeker niet. Ik ook echt niet. Niet normaal. En zelfs Disney moet hier gewoon nog wat van leren. Ja, vind ik zelf. Ja, dat is echt zeker weten. 100%. Ja. Ja, ik, voor de rest vond ik het ook. Ik had het niet verwacht. Maar niet alleen bij Osiris, maar overal. Gewoon, elke attractie, ja. Allemaal rennen en beugels controleren, snel schakelen. Capaciteit was gewoon echt top. En het reserveringssysteem was er eerst op tegen. Maar ik vind, nu dat ik heel de dag heb voldaan, vind ik dat, ik vind het wel eigenlijk best handig. En het is niet zo druk. We hebben maximaal 25 minuten gewacht. Ja. Heel de dag eigenlijk. Ja, bizar. Ondanks dat het toch nog best wel druk was. Wat ik ook moet zeggen, is over de app, wat ik wel jammer vond, was dat het alleen maar in het Frans was. Ja, maar het werd ook wel uitgelegd. Ja, maar dat moesten wij wel vragen. Het was niet in het Engels. Nee, maar goed. Maar Maar voor zo'n park vind ik wel dat het in het Engels wordt. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want ik vond het eigenlijk groter dan verwacht. Als je langs de snelweg zeg maar hier voorbij rijdt, verwacht je niet dat dit park best wel groot is. En gethematiseerd, want dit kan je zeker vergelijken met de Efteling en met Disney. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten, ja. Vind ik. Ja, vind ik echt. In dat rijtje past die 100.000%. Ja. Echt wel. Ja, en het personeel echt top. Echt geweldig. Gewoon je mag front row, back row. Als je het even vraagt, ga maar even opzij, wacht even en we mogen zitten. Ja, echt. Heb je nog een topattractie voor vandaag of niet? Osiris en Pegasus Express. Ja, vind ik ook, man. Twee echte toppers. Ja. Echt toppers. Nou, bij deze, bedankt voor het kijken, zou ik zeggen. Dank voor het kijken en tot de volgende video. Tot de volgende video. Later.